Hey boys and girls, welkom to een nieuwe video. Ik heb dus al de hele week examens. En dat is pretty fucked up. Ik ging normaal dagelijks blijven uploaden in de examens. Maar op de een of andere manier heb ik niet gestudeerd voor de examens. En heb ik ook gewoon geen video's gemaakt. Ik weet niet zo goed wat ik heb gedaan in de tijd. Maar ik weet het niet. Ik heb veel geslapen en zo. En ja. Ik hoop dat ik meer heb dan een 2. Alles geven, hè? Fuck! Oké, maar we blijven positief. Er is niks positief. We blijven toch positief. Door een fucking likeje te gooien op deze video. En dames en heren, ik zou zeggen, we gaan er een leuke deep web video van maken. Ik had 16.000 likes op de video waar ik 16.000 likes op had gevraagd. Dus, weet ik veel likes halen, dan komt er een nieuwe video van de deep web. Let's fucking go! Let's do this! Ik weet niet wat de fuck dit is. Dit is de Index of Library. Dus het feit dat we op de deep web zitten, betekent dus dat alles kinderporno kan zijn. Dus I know what this is. Ziet er redelijk illegaal uit. Terrorisme. Er is een of ander ding. What the fuck? Ik weet niet of dit. Maar het is wel unclassified, dus ik denk niet dat ik hier iets illegaal aan het doen ben. Het zijn gewoon allemaal andere fucking terroristische groepen. Als dit het logo is van een terroristische groep. Yo, fix je shit. En ga een nieuwe designer zoeken. What the fuck? Niet goed. Wow, al die logo's zijn zo fucking lelijk. De Nederlandse Al-Qaeda. Dat is ook gewoon een fucking terroristische groep in België. En het logo is alweer fucking lelijk. Yo, Belgische terroristen. Fix je shit. Dank u. Vage documenten over hoe fucking oorlogshelikopters en allemaal in elkaar zitten. Yo, dit boeit me niks. Ik wil sites vinden waar mensen gewoon elkaar neerknuppelen met knuppels. Ik wil heroïne kunnen bestellen op de deep web. Ik wil video's zien van mensen die, weet ik veel, huizen in brand steken of zo. Dat gaan we nu zoeken. We doen geen pussy. Fuck off. Hallo? Ik wil vieze shit. Geen kinderporno. Maar ik wil vieze shit. Ik wil schrikken. Ik wil hier zitten van, what the fuck? Ik wil een erger gevoel hebben dan het gevoel dat ik heb als ik mijn rapport open doe. Dat gaan wij nu doen. We gaan ons daar helemaal klaar. Fuck, ik ging mijn trui afdoen voor ik dat ging doen. Fuck! We gaan het toch doen. Maak jullie kopjes maar nat. Fuck. Ik heb hier een bestand met linkjes voor de deep web. Het is crazy. We gaan er een paar checken. Ik weet niet wat dit is. Maar welcome to the 3D Boys Network. Het is fucking gay. Maar we gaan het toch checken. Dark and extreme boy stories. Wil ik dit zien? Asian stories. A boy on the train. Oké, let's get it. Het zijn gewoon echt fucking verhalen. Mensen hebben hier echt werk in gestoken. You will not find any child pornographic photos or videos over here. Oké, dank u. En dan dit ook. What the fuck? Oké, andere site. Dit wil ik dus niet zien op de deep web. Er is niet fucked up cheese pizza. Baked for 11 to 16 minutes. Oh fuck, ik snap het nu pas. Dit is dus kinderporno shit. E-mailadres is fuck the system 69. Dit is gewoon fucking kinderporno. Oh, dat is niet chill. Dat is no chill. En we zijn weer op een fucking Russische site. Russische sites zijn meestal wel fucked up. Ik wil iets accepteren op deze site. Dat ik weer een foto kan zien of zo. En de opties zijn: not now, never for this site, allow in the future, and not now. Nou, hierop klik, dan gaat het toch niet werken. Dan werkt het pas volgende week of zo. En er gebeurt niks. Helemaal niks. No chill. Even no chill als mijn examens. No chill. Oké. Ik ben terug op de site waar ik op wou komen. De deep web in a nutshell. En hier staat er alles op eigenlijk. Van porno tot red rooms tot cat facts. Oké, natuurlijk beginnen we met fucking porn. Let's go. Let's check if it is true. Het is geen porno. Het zijn fucking toetsenborden. Oké. Toetsenbordcollectie. Dank u wel. Heel mijn stoel is nat. Maar doe me niks. Volgende. Dit zou dus een red room moeten zijn. But today you have finally reached the darknet's one and only red room. Als dit echt een red room is, dan ben ik volledig de lul. Ik kan hier niet eens klikken. Holy shit, je moet hier allemaal gekke dingen klikken om. Yo, maar dit ziet er redelijk serieus uit. Er zijn hier datums op en zo wanneer er dingen gaan gebeuren. 10 bitcoins, you can be there and enjoy the spectacle of a bloody torture and wow, a pretty young woman. Yo. We zijn op de serieuze shit, dames en heren. We zijn na 10 video's eindelijk op de serieuze shit. En ze noemen die persoon die ze volledig gaat slopen een roomie. Mensen die niet weten wat een red room is. Je kan het een beetje vergelijken met Twitch. Leuke livestream site. Maar helemaal niet leuk. Dan zit er iemand en iemand zit ernaast. En dan doneren er mensen geld. En dan mag je als donator zeggen wat je wil daar gebeurt met die persoon. En dan steken ze die neer of zo voor geld. Fucked op. Maar die dingen zijn fucking illegaal. Als dit echt
een fucking deep website is, dan is het niet normaal. Yo. We zeggen hier dat je 1080p nodig hebt om het volledig te kunnen volgen hoe iemand doodgaat. En het wordt niet eens gelivestreamd op Tor. Het is op iets anders. Marianne's Web. Yo, ik ben nog nooit zo diep geraakt. Het is echt, dit is gewoon echt waarschijnlijk gewoon echt een serieuze Red Room. What the fuck? Dit is een fucking review. Dit is een review van de Masked Man Grabbed Her and... Yo. Dus heeft heel die... Wow, dit is er zwaar over. Dit is niet goed. Andere site. Yo, niet goed, niet goed, niet goed. Deze site kan je dus dingen uploaden en dan komt dat gewoon terecht op iemand anders op deze site. Dus iemand die dan iets random download krijgt aan mijn file. We gaan even iets selecteren en we gaan iets uploaden. We gaan een leuke kinderfoto van mij uploaden. Let's go. Dikke porno. Yay. Upload. Yay. Het is gelukt. Let's go. En mijn file staat hier gewoon. Wacht, ik download even mijn eigen file van de deep web. Ik doe het gewoon. Doet me niks. Ah, daar ben ik. That's me. That's Ace it. Hier heb je gewoon een login voor nodig, maar je kan nergens registreren. Dat is niet goed. Kan niet goed zijn. Dat is fucking niet goed. Wow, maar deze sites werken gewoon allemaal. Dit is goed. Op deze site ben ik vroeger eens geweest. Er is de random ding en daar kan je overal klikken en dan kom je gewoon op random shit uit. Dat hij dan is op een kinderporno site uitkomt, dat is niet meer leuk. Echt niet. Dan is het fucked. De site kan je gewoon klikken en dan kom je op wilde sites en dan vind je allemaal rare shit. What the fuck? Oh my god. Oké, ik ben wel gechoqueerd genoeg. What the fuck? Zo'n foto van de meneer die zijn eigen oog... Ja, we zijn weer op een site waar iemand kan bestellen om iemand te vermoorden. De Hitman site. Daar hebben ze dan Meet Our Men. Dus dat zijn de mensen die dan uiteindelijk echt mensen gaan vermoorden. Heeft 712 missies succesvol uitgebracht en heeft nog geen eentje gemist. Daarna hebben we hier ook gewoon een Chinees met een groentegeweer. What the fuck? Eindig de video maar met poep. Het mag allemaal. What the fuck? Ik weet niet waar het nu gebeurt. Als mijn computer ontploft. Wow. Oké, het is gewoon weer een site. Ik weet het niet wat het is. Zijn het mensen die elkaar vermoorden? Ik denk het wel. De site heeft wel een leuke layout voor de deep web. Het ziet er leuk uit. Ik vind het design wel mooi. Beter dan... Het is mooi. En hier zit ik weer in een chatroom. What the fuck? I love being gay and I love sucking and choking on big... Ik denk als ik even in deze chat lees dat ik echt dingen ga vinden dat ik niet wil vinden. Het gaat ook gewoon nergens over. Het zijn gewoon allemaal mensen die aan het praten zijn. Ik kan ook iets in de chat zetten. Hey. How y'all doing? Hopelijk is er iemand online. Praat met mij. Antwoord. Ik weet niet. Ik zit hier echt al de uur te wachten of zo. Ik heb echt al 3 keer 20 minuten opgenomen. En niemand antwoordt op mijn bericht. Oké, het is niks. Oké, ik denk dat dat wel genoeg was voor vandaag. Volgende keer op deep web gaan we weer nog eens kijken op die retro site. En misschien eens checken of er daar shit op staat. Want... Let's go. Tot de volgende keer. Veel succes met examens. Yay! En voor de mensen die zeggen dat het water in de video's fake is, het is heel fake. Het is zeker niet echt. Het drupt zeker niet van mij. Het is zeker niet echt. De volgende keer! Hallo! Leukste beef ooit gehad op Twitter, maar het doet me niks. Slagboek is heel leuk met jullie meedelen. Mijn League of Legends account is...